Een mooie streektaal, vind ik mooi. Twents kwartierken. Twents kwartierken. Ja, Wilco. Nieuwe week. Nieuwe week, nieuw Twents kwartierken. Ja. Zomereditie, nummer 166. En niet van de zomer, maar van alle Twentse kwartierkens. Wat leuk dat ik een keer met jou dit mag doen. Niels is op vakantie. Zeker, ik denk zomers. Ik doe een geel shirtje aan, lekker vol. Ik heb alvast gezegd, ook tegen Adrie natuurlijk, onze juf Twents. Ik ga geen Twents praten. Ik ga niet zoals Niels Furik onze presentator doen. Zo ga ik mezelf niet op televisie zetten. Nee, ik... Twents praten doe ik niet. Ik doe alleen met een Enschedeers accent. Want dat bestaat toch, Adrie? Ja, zeker bestaat dat. Tuurlijk. Elke gesprek heeft zien één accent. En het Enschedeers accent is gewoon letters inslikken en voor de rest gewoon... Ja, er is ook wel echt waar een Enschedeers Twents. Is er wel, hoor. Ja. In Twents woordenboek staat er altijd wat netjes uitleggen. Wat voor woord er bij welke plaats hoort. Oké. Oké, en dat is wel meer dan de N aan het einde inslikken. Ja, zeker. Okay. Ik moet er nog helemaal biespieken, Wilco. Nou, dat doen we. Ik ben wat dat betreft gewoon echt Enschedeers, maar je hoort het niet echt. Nee, je hoort er niks van. Nee. Nou, klinkt echt zou wel heel een beetje, ik zou een beetje wat platter praten. Maar we beginnen iedere uitzending eigenlijk weer hetzelfde. Want Adrie, we gaan even terugblikken naar de woorden van vorige week. Ik zal even mijn microfoon aan de kant doen. De vorige week was weer hartstikke succesvol, vond ik. Want nou, er waren heel wat die het goos aan, maar het onstuurig, dat was wisselvallig. En natuurlijk te maken met de boeskool, hè, van hoe het met weer ging. Plak en pleeravond, dat was de vaste verkeringsavond. En de boeskoolblad, dat was dus geen Oldenzaalse courant, maar dat was dus gewoon een koolblad. En dat was wel een instinkertje, want toen dachten ze nog, een boeskoolblad zal wel de Oldenzaalse courant van vroeger zijn. Dat was dus niet zo. Maar ja, wie hebt nu... Oh ja, dat was kneppen en dat was een broodkapje. Een kneppen. Ja, heb je ervan gehoord, Wilco, een kneppen? Nu wel. En ik heb de aflevering van vorige week gezien. Dus, je leert wel heel snel. Ik heb echt hoop dat je aan het eind van het programma gewoon vloeiend Twents spreekt. We zullen zien. Ja, we gaan verder, want het begon allemaal... Ja, we hebben natuurlijk twee gasten weer erbij. Het begon allemaal in 2012 als een kleine replica, moet ik zeggen, van het glazen huis van 3FM Serious Request. Hè? Dat kennen we toen het in Enschede stond. Groot succes was dat. Daarna was het volgens mij ook voorbij met dat hele gebeuren. Maar in ieder geval met dat gebeuren. Het Oud-Maassense Glazen Huis. En die heeft die eerste editie al een heel mooi bedrag opgehaald van €8.000. Jaar na jaar werd een nieuw record gevestigd. En of dat dit jaar weer gaat lukken moet nog blijken. Van 28 augustus tot en met 1 september is er feest in Oud-Maassum. En we hebben twee van de organisatoren, mogen we toch zeggen. Niek Herink, Rick Kamphuis, welkom. Ja, goedemiddag. Ja, Niek Herink, hè? Ja, klopt. En naast jou zit Rick Kamphuis, ook van de organisatie. Heel mooi. Vorig jaar een recordbedrag. En ja, daar zit wel iets aardigs aan. Dat was deels door een hele bijzondere actie, volgens mij, hè? Van Ene Marco. Ja, Marco. Marco is een best wel een bekendheid in Oud-Maassum. En dat is vooral ook door zijn uiterlijk. Marco heeft namelijk een gigantische hanenkam. Ja. En wij zijn altijd, Marco is echt superkeel. Mag in Twente, hè? Ja, tuurlijk. We zijn altijd, welkom met opbouwen. De Bill Noord ziet altijd welkom bij Marco. En dan mag hij even een hele mooie bar hebben in Oud-Maassum. En dan gewoon Noord ziet gewoon bij hem zitten. En toen kwam het idee van, god, kan ik nog wat voor jullie betekenen? En toen zeiden we, misschien, als die hanenkam eraf geeft, brengt dat wel heel veel geld op. En dat is natuurlijk een beetje heilig schennis natuurlijk. Dat kan hij ook niet. Maar hij zegt, voor €10.000 doe ik hem eraf. Ja, heel Oud-Maassum gewild. Ja. En het is lukt uiteindelijk. Ja, voor mij hebben we daar zelfs beelden van dat moment. Ik weet niet of we daarna kunnen kijken. Ja, hier gebeurt het. Dit is Marco. En de bord gaat eraf. Ja, letterlijk ook nog, hè? De hanenkam. En zijn bord ook al niet? Ja, volgens mij de baard ging er daarna ook nog. Op een gegeven moment is alles eraf gehaald. Ja. Ja, dat vind ik dan weer zonde dat je een baard eraf haalt. Ja. Mooi. Dit heeft alleen al €10.000 opgeleverd. Toch, deze actie? Ja, alleen deze? Alleen deze actie levert €10.000. Ja, en dan hebben we ook nog een heel mooi eindbedrag op de foto. En dat is €55.000 en €238 nog erbij. Ja. Dat is echt een prachtig bedrag, toch? Want dit wordt voornamelijk door mensen uit Oud-Maassum ingezameld? Of komen ze wel vanuit de hele regio? Nee, het is vooral Oud-Maassum, Oud-Muske en sponsoren hebben heel veel. We doen met muziekverzoekjes, brengt heel veel geld op. Ja. We hebben, wat heel veel geld opbrengt is de veiling. Heel veel mensen die doen veiling items. Echt de meest gekke dingen kun je brengen.
Rick zal zo nog wat noemen, wat heel mooi is. Ja, kom er zo nog even op, allemaal aan ja, veiling is. En ja, dat alles bij elkaar, daar breng ik heel veel geld op. En het grote voordeel ervan is, het gaat naar lokale, regionale doelen. Het is niet het grote doel wat 3FM toen deed, dat was het Rode Kruis vaak. Ja. En wij doen echt de doelen bij ons in de buurt. Dus in Ormuske en de dormen, steden eromheen. Waar moeten we nou aan denken? Wat voor doelen? Dat is heel, heel gevarieerd. Dat gaat van het schoolplein, dat ze die wil vergroenen, dat is dan dit jaar, tot, je kunt zo gek niet bedenken. Ik zag iets, een reanimatiecursus zag ja, ik voorbij komen. Ja, dat is vorig jaar, dat was de KPJ, ja. Die wil een reanimatiecursus ze volgen. Dus het kan echt van heel klein zijn, het zijn echt lokale echt lokale ja. Doelen. Oh. En de een die zegt, ik heb maar €500 genoeg, nou die plaatsen wij daar in de categorie €500. En de ander zegt, ja, ik heb 10.000 of meer nodig, ja, die krijgt dan een x-bedrag. En hoe kom je aan die doelen dan? Melden die zich bij jullie van we willen wel graag aanspraak maken op wat geld? Hè? Want het is een begrip geworden in Oldmassum. Of kiezen jullie die heel specifiek uit of ga je langs de boeren om te vragen wat mensen nodig hebben? Uiteindelijk kiezen wij die wel zelf uit. Ja. Zijn we in januari begonnen en konden de goede doelen zich aanmelden. Hebben zich dit jaar uit mijn hoofd een kleine 30 doelen aangemeld. En daar gaan wij dan een selectie uit maken. Daar kijken we vooral naar, is het maatschappelijk betrokken? Is het ook echt een goed doel zoals wij dat voor ons zien? Wij gaan echt voor de regionale goede doelen. Dus bijvoorbeeld een Rode Kruis zullen wij niet snel voor kiezen. En dan proberen we een keuze te maken tussen jong en oud. Om daar een goede mix in te vinden. Ja, ja, en als het maar lokaal is van voetbalclubs. Die reanimatiecursus hadden we al. Wat allemaal toch wel heel belangrijk is, dat soort doelen. Hè, voor de sociale gemeenschap, denk ik. Ja, precies. Je probeert dan met elkaar het dorp of de stad leefbaar te houden, sorry. En dat ligt heel gevoelig. Dus je probeert met elkaar de stad leefbaar te houden. En dat zijn inderdaad de regionale goede doelen. De gemeente Dinkeland, gemeente Terbergen, omliggende dorpen. Daar doen we het met z'n allen voor. Ja, zeker. In totaal is het tot nu toe al €240.000 opgehaald. Een kwart miljoen. Ja. Dat is ontzettend veel geld voor zo'n kleine gemeenschap eigenlijk. Ja, dat is prachtig. Je hebt gemiddeld per goed doel, we hebben de afgelopen 12 jaar 43 goede doelen gehad. Gemiddeld haal je dan €5.500 ja, per goed doel op, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar het is verschrikkelijk veel geld. Waar komen die donaties? Zijn dat particulier, maar er zullen ongetwijfeld ook bedrijven zijn die zeggen wij... doen een wat groter bedrag, zetten we in één keer in. Wij beginnen, we zijn nu druk bezig om sponsoren binnen te halen. Dat zijn sponsoren ook uit de buurt. Die doen ofwel een veiling item, of een vast geldbedrag. En daar staat dan reclame van ons op de FM staat daar tegenover. Ja, ja, en je... Ga je gang, Adrie. Nee, het gaat er gewoon tussendoor. De bad-eentjesrace, dat ben ik dan wel zo benieuwd. Nou, ik dacht, wat is dat dan? De bad-eentjesrace, ja. Ja, je zit tegenwoordig wat meer de badintjesrace. Zeptwijs dan in grote rivieren in Amsterdam, ja, bijvoorbeeld voor Minimo. En bij ons kun je ook badintjes kopen voor €1. Ja. En wie loopt dan, ik denk dat we een dikke duizend badintjes loopt je los. Gewoon minder op straat. Ja. En dan geeft een bak water achteraan. En een badintje wat eerst over de streep komt, die wint de prijs. Oh. Dus het is heel simpel, maar wel heel leuk om te zien. Ah. Kijk, ik was heel benieuwd. Ik dacht, moet je zwemmen of wat moet ja, je doen? Ja, nee, dat niet. In plaats van zwintje tikken, bad in je tik, maar nu begrijp ik hem. Ja, dat is hem. Ja. En de slotakte is we noemen net al de veiling, toch? Ja, ja, we hebben een online veiling. De mensen kunnen nu al bieden via onze website. Dan hebben we vrijdagavond een aantal veiling items. Zaterdagavond een aantal veiling items. En eigenlijk de grote veiling is de zondagmiddag. En werken we toe naar het slotakkoord inderdaad. Ja. Ja. Dat zijn de gekste items, hoorde ik. Wat zie je zo al bij de veiling voorbij komen? Ja, dat varieert van kunstwerken, aangeboden door een van de vele galerieën in Oldmassum natuurlijk. We hebben een bierspa erin zitten, dus met 8 personen in de bierspa bij de lokale brouwerij. En ga zo maar door. Je kunt het zo gek niet bedenken of het zit erin. Ik zag iets met zonnepanelen vorig jaar. En dat was werd door een bedrijf werd het aangeboden. En toen kwam de concurrent en die heeft het gekocht, toch? Ja, dat was wel een heel mooi verhaal. Want je hebt dan twee bedrijven in de Oldmassum die doen met zonnepanelen. En een ander bedrijf die had dat zonnepaneel erin gedaan bij ons. Ja. En toen kwam een van die eigenaren die kwam op een gegeven moment al binnen bij mij. Ik zeg, moet die niet meedoen aan die veiling? Ja, zeg voort zeggen. Komt die zonnepaneel er nog in? Dat ga ik op binnen zeggen. Dat is toch hartstikke grappig.
die bent voor mij zeggen. Maar ja, dat dacht die ander ook. Dus die deed niks anders dan tegen elkaar opbieden. Ja, die bent ver over de kop heen gegaan. Die heeft ook nog van geld opgebracht. En vervolgens hebben ze die zonnepanelen van wel verkocht weer aan de klant. Ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben, maar ik denk dat het met is gewoon naar Spanje. Ja. Even naar Nuske. Ja, wel mooi toch. Dat is, maar ja, dus, zo zie je dat ook, dat die concurrenten dan toch uiteindelijk wel hetzelfde doel hebben. Toch zoveel mogelijk geld. Ja, natuurlijk. En die doet het ook voor het goede doel. Ja, precies. Ja, mooi. Hoe gaat dat in zijn werk, de glazen? Is het echt, want we kennen het glazen huis zoals van 3FM. En je op de Oude Markt, nou, iedereen heeft het in de regio gezien. Hoe is het ook echt een glazen huis? Hoe gaat het in zijn werk? Ja, we hebben ooit zijn we dus begonnen toen met 3FM. Toen hadden we echt een heel klein hukken. Noem maar gewoon. Dat was voor de hobby. En op een gegeven moment kon we een unit aanschaffen. Via. En die houden dus helemaal verboden. En er zit wel heel veel glas in. Het is niet helemaal van glas. Nee. Er zit wel heel veel glas in. En met een schuifpootje. En dan kun je van alle kanten kun je erin kijken. En daar zit dus ook zo'n hele mooie studio zit erin. Ja. En dan kunt de leuk kunt erin. En we zien op het beeldscherm zien we een foto. Dit is hoe het er nu uitziet. Ja, dit is wat ze nu uitziet. En dat is niet meer dat oude hokje dan, denk ik. Nee, dit is een nieuwe unit waar we hebben. En die is ook helemaal van onszelf. Die ook helemaal, helemaal aanpast, helemaal opknapt. Mooi. Eigenlijk stond er helemaal niks meer in. Ja. Was alleen nog het omhulsel, zeg maar. En is echt helemaal geïsoleerd met alle kabels. Je kunt zo gek niet bedenken of het zit erin. En zend je dan live ergens ook uit? Ja, wij hebben officieel vergunning, vorig jaar, bij het commissariaat van de media. En dat lukt ook daar gewoon. En dan meet wij die dagen dat wij... on air bent, dan gewoon via de website glazenhuis@massen.nl. Maar wij meiden dan ook op FM 88.4. Oké, dus dan mag je die dagen mag je daar uitzenden. Meiden officieel via de FM zijn we dan in de lucht. Ah, mooi, mooi. En wie zijn dan de DJ's bij jullie? Zijn dat ook van lokale zender of? Nee, dat is allemaal eigen vrijwilligers. Ah, kijk. Ik ben er één van. Ja. En hebben we nog vier anderen. Dat is wel goed dat we dat weten. Want hier wel iemand tekort komt, dan kunnen we hier bij ons. We zijn direct aan je. Dit wordt een grote doorbraak hier. Ja, dat denk ik ook. Ik ben hier volgende week nog iemand nodig hebben. Niels er weer niet is. Er zult in overwegingen, want ik ben er volgende week ook niet is. Maar volgende week hebben we een glazen huis zelf. Ik weet niet of dat... Mag ik even net weer? Ja. Mag dat er zitten? Dan kunnen ze bij ons komen filmen, toch? Ja, dat kan ook nog. Wat voor mensen doen daar mee aan het glazen huis? Is het echt van mensen van 15, 16 jaar tot aan mensen van 70? Je bedoelt qua vrijwilligers of mensen qua die komen? Vrijwilligers, Vrijwilligers is, de jongste is Teun, die is 18. Nee, nou, 16. Ja, nee, die heeft trekkerribies. en de oudste, dat gaat richting de 50. Ja, nee, Toon is, richting de 70. Maar het is een groepje van, ik denk 25, 30 maar inmiddels. En dat is echt gigantisch. Dat is heel gevarieerd. Hier zien we ze ook. Ja, leuk. Hey, ja. Maar je zit dus ook echt 5 dagen in dat huis. En dan ga je niet weg. Want bij 3FM werd het ook wel eens gezegd. Dat ze stiekem achter het eten waren en zo. Of zit dat eten zitten wel gewoon bij hem voor jullie? Dat hebben wij vanaf het eerste houden afscheid van hem. Dat doen we überhaupt niet. We mogen eruit wanneer we willen. En het moet ook gewoon doorgaan. Maar die uitzending gaat wel 24 uur per dag. 5 dagen. Ja. Die 5 dagen lang. Ja, ook dus er zijn allemaal shifts van 3 uur per DJ. Dus ook van 3 tot 6 s'nachts. Dan moet je er ook bij. Ja, precies. En daaromheen is het... Wat gebeurt daaromheen? Is het een festival? Of er zullen best wel mensen op afkomen. Ja, nee, we hebben gewoon een volledig programma hebben wij. En dat is gewoon elke dag is er wat te doen. Dat begint op woensdag met de opening. Dan gewoon dus live om 8 uur. Dan ben je echt live vanaf het Gerrit Hulsingplein. En elke avond is er wat. Zo dit jaar op donderdag houden Amsterdamse avond. Er komen echte Amsterdamse artiesten. Nou, en op vrijdag hebben wij eerste richtige Oktoberfest met Valsjoen Verhoekt. Een superband, die komt een paar jaar bij ons. Dat is elke keer groot feest. En wanneer is dat? Dat is op vrijdagavond. Vrijdagavond, oké. Dat is heel verveeld. Ja. Nee, op zaterdag hebben wij dan de Penderets. Die komt ook uit de buurt. Die bent ook aan de weg aan timmen. Dat is een super gave band. Dus, en op zondag hebben wij dan Super Sunday. Dat begint met een klootschietronde. En dat is natuurlijk ook populair bij ons. Ja. En dan de OLC Kids Run. Dat doet alle jeugd van Arbenske. Dat is waar dan met. En dan begint het met voetbal, Formule 1. En dan de veiling. Ja, okay. De grote veiling om 4 uur. En dan omringd ook door artiesten, heren en meester. En in de pauze hou Lucas en Gea Hulshoff. Okay. Dat is ook een klassieker. Ja, wat is dat nog? Even nog over de organisatie. Hè? Want we hebben onder in beeld net staan dat jullie van de organisatie zijn van Stichting POM.
Je zou denken, dat heet Stichting Glazen Huis. Maar POM, dat heeft wel een bepaalde betekenis voor jullie, toch? Ja, we zijn helemaal in het begin toen met 3FM, de woonaginstichting. Zo gewoon los begonnen, we wilden wat geld ophalen van Enschede. Ik denk van iedereen deur eraan met, denk dan moeten wij ook door. Nou, dat was natuurlijk, daar wil iedereen. Maar op een gegeven moment werd dat serieus, zo voor lokale doen gaan werken. En toen dachten we op een gegeven moment, ja, we moeten een stichting worden, ook om onszelf wat in te dekken. Maar toen was helaas in 2014 is Benado Engbus, bijnaam POM, POM Benado. Die is ons ontvallen vanwege kanker. En, maar toen werden we een stichting en daar was iets van, ja, hoe gaan we onze stichting noemen? Nou, onze stichting genoemd naar POM, Stichting POM Glazenneus op Massum. Kijk, dat is echt een heel mooi initiatief om jullie vriend ook op die manier ook te eren en nou, een beetje erbij te houden toch ook. Ja, 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 absoluut. Manier. We hebben al een grote voordeel van POM. Dat zit op de website, maar hangt ook, elk jaar hangt er bij ons in het glazenneus. Dat is het eerste ding wat we erop hangen, dat is POM. Mooi, mooi. Ja. Heel kort nog over dit jaar. Wat is jullie doel? Nou, ons doel is vooral om veel geld op te halen, maar ook om een heel mooi weekend voor heel Oud-Massum en omstreken neer te zetten. Natuurlijk zou het leuk zijn als je die 55.000 van vorig jaar voorover treft. Ik wou net zeggen. Ja, dat is fantastisch. Hebben iedere keer dat record toch gehaald? Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar goed, garanties of successen uit het verleden zijn geen garanties voor de toekomst. En ja, natuurlijk hoop je het, maar als het niet zo is, dan is het niet zo. En dan hoop ik alsnog al een beeld geld ophaald voor de goede doel. Ja, alles wat binnenkomt is mooi. Ja, zeker weten. En zeker hoeveel doelen zijn die al uitgekozen dit jaar? Ja, dit jaar hebben we maar liefst 14 goede doelen. Nou, dat varieert van tafeltennisclub Badje Better, die een tafeltennistafel willen, tot het verzorgingshuis in Deernekamp, die een duofiets willen. En nou, op die manier, ja, met die doelen gaan wij dit jaar voor strijden. Heel mooi. Ja. Ik zou zeggen, heel veel plezier, heel veel succes. Dankjewel. Woensdag 28 augustus tot en met zondag 1 september. Nou ja, iedereen is welkom, denk ik. Ook Enschede en omstreken. Gewoon die kant op gaan op Massum. Even een duit in het zakje doen en feest vieren. Precies. Mooi, dankjewel. En jullie blijven nog wel even zitten voor de quiz, en hè? Voor de quiz. Uiteraard, uiteraard. Ah, nee, maar de geet hem natuurlijk. Kijk of ze allemaal op hebben let. Adrie. Ja. Ja, ja, je hebt weer... de leeuwen natuurlijk weer bedacht, hè, ja. Ja, en het is eigenlijk voor Oewa heel spannend, Wilco, hè? Ik heb het 1 keer of 2 keer er mogen doen, toch? Nou, dus, ja, we kieken het. Okay. Het eerste woord, staat het erop, ja. Dat is fever. En is dat nou A, een vijver? Is dat nou B, vogelgriep? Of is dat C, de lokroep van een eend? Kijk, want ik dacht natuurlijk de bad-eentjes er is, dan wil ik iets wie bedenken. Dus ja, is een fever, wat is dat? Is dat dus een vijver, een vogelgriep of een lokroep van een eend? Ja, kijk, normaal gesproken zou ik zeggen gewoon een vijver. Fever is een vijver. Dat ligt misschien weer te voor de hand, maar vogelgriep, leuk bedacht. Fever, ja, vanuit uit het Engels. Ja, nou, natuurlijk. Ik denk het ook, ik denk dat een lokroep voor een eend is. Nee, ik ga toch gewoon voor A, voor 5. Okay. Dus dan verrassen we de wending, hè? Ja. Ja. Ik zal zeggen A, Niek. Ja, absoluut. Ja, wij worden ook voor A. Oké, vullen we voor jullie A in. Ik ben de enige die dan de lokroep van de eend heeft. Adrie, vertel het ons. Ja, het is inderdaad een vijver. Ik dacht, ik begin een beetje makkelijk op voor Wilco. Dat komt er een beetje in. Hè. Dat vind ik altijd zo moeilijk. Maar het is inderdaad een vijver. Een vijver is een vijver. Lekker makkelijk dit. Ja. Het tweede woord, dat is roetenlappen. En is dat dan A, is dat betalen met zwart geld? Maar die weet natuurlijk nooit, hè, hoe ze dat allemaal door, die sponsoren. Dat weet je natuurlijk nooit. Is dat B, ramenzemen? Of is dat C, zijn dat overgordijnen met zo'n glazen huis? Wat is nu roetenlappen? Ja, roetenlappen. Ja, bij mij thuis werd altijd al gezegd, niet de ramenzemen, dat is wel heel erg Nederlands. Gewoon de ruitenlappen. Ja? Ja? Oh, dus je bent toch misschien meer Twents dan je denkt? Ik denk dat het Enschedeerse Twents is. Ik weet het niet. Ja, ik zou zeggen ramenzemen. Ja, ik vind betalen met zwart geld, dat vind ik wel een hele leuke, dus daar ga ik voor. Ja, maar Roet is natuurlijk zwart, hè? Dus je snapt hem maar. Ja, nee, het is duidelijk. Het gebeurt bij ons ook heel vaak, maar het is B. Oké, het is al weggegeven. Adrie, klopt het? Het klopt weer. Ja, het is niet te moeilijk dit keer, maar dat zeg ik nu toch? Het derde woord is ophung. En is dat nou A, is dat verheugen, dat je verheugt op iets? Is dat B, meer bieden? Of is dat C, sponsoren? Ja, dat moet wel sponsoren zijn, toch?
Ja, jij gaat voor sponsoren. Ik ga voor sponsoren. Een bedrag opheugen. En je weet dat je hiermee het risico neemt dat je de drie fouten hebt. Ja, ik heb er dan drie fouten. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Kun je ook voor gewoon voor de poedelprijs. Geef maar eentje. Ja, opheugen. Kijk, ik heb wel dan als, met Twents altijd, je moet het niet te letterlijk nemen. Hè? Opheugen, heugen en dan denk je aan verheugen. Daar zou je als eerste aan denken. Maar eigenlijk staat daar ophogen. Dus ik weet het niet. Ik zou zeggen, meer bieden. Hey, ik weet niet wat onze gasten denken. Als, ja, nou, ik denk ook een beetje in dezelfde hoek. Ik zat meer aan ophogen te denken als in... rond ophogen. Maar ik ga dan toch mee en ik zou ook zeggen beer. Kijk, we zijn eensgezind in ieder geval vandaag. Ja, ik Adrie. En jullie zijn echt Twentenaar. Ja. Jij spreekt sowieso Twents. Ja. Ze hebben het gewoon hartstikke gehoord. Ja. Ja. Het was misschien niet zo moeilijk, maar goed, het is waar, de score is maar 100%. Dus dat is mooi. Ja, of gasten, nul. Ja, of nul. Ja, maar dat geeft niks. Maar we hebben nog één woord te gaan. Ja. En daarmee ging Nienke de straat op. Welkom in de stad. We zijn in Enschede, centrum Enschede. En we hebben een nieuw woord meegenomen. Telder. Ik ken het niet. Maar de keuze is reuze, namelijk drie. A. Etensbord. B. Rekenmachine. Of C. Accountant. Ik ben benieuwd. We gaan het zien. Zoals je kan zien regent het een beetje. En ik heb natuurlijk weer geen jas mee, want augustus. Dan ga ik ervan uit dat het mooi weer is. Dus wat ik ga doen, ik ga hier zitten bij boeken en wachten tot mensen naar mij toe komen. Hoi, gaat niet werken denk ik. Ik heb een onderdakje gevonden waar we wat mensen staan, dus we gaan even kijken wie hier Twents spreekt. Goedemiddag, u zag mij al aankomen rennen volgens mij. Spreekt u Twents? Nee. Kent u het woord telder? Telder is een bord, etensbord. Etensbord. Eetbord. Een eetbord, maar... Tellen is in Duits een bord. Omdat teller in het Duits... Bord is. Oké, okay. Dus Duits is wel een beetje hetzelfde als Twents? Geen idee. Moet je nog maar een woord voorstellen? Nee, eigenlijk weet ik niet wat het is. Ik zal op B tippen. Oké. Okay. Geen idee. Wij gaan op zoek naar nog meer droge plekken, want dit bevalt mij wel. Maar hier zijn de mensen op. Ja. We zijn allebei niet. We hebben niet echt opgegroeid in Twente. Nee. Oké, okay, maar dan mag je gokken, vind ik. Ja, etensbord. Het is gewoon gok. Okay. B of C, maar ik heb echt geen idee eigenlijk. Nee, het zegt maar ook helemaal niks. Oké, okay, maar waarom B of C? A, absoluut niet dus. Tellen, nee. Ja, het zou ik eerder rekenmachine, want het zit voor tellen in, maar goed. Ja. We wilden weer, we durfden het aan en nu regent het weer helemaal. Dus boom. En dan, ik heb een gevoel dat hier wel mensen... ik denk... Ja, dat is natuurlijk zo'n $10 million question, hè? Dat is meins etensbord, rekenmachine, order, accountant. Ja, het is niet A, denk ik. Oh. Telder denk ik aan tellen. Dus dan denk ik aan een rekenmachine of een accountant. Ja, wat ze tellen maar allebei. Maar wat een accountant precies doet, weet ik niet. Maar het is iets met getallen en je verdient veel. Dus ik denk B. Nee, maar dat is die rekenmachine en oben is teller. Rekenmachine? Rekenmachine. Heb jij een telder thuis? Als het de rekenmachine is wel. Ja. Maar je hebt geen accountant thuis? Nee, toevallig niet. Oh, alleen in het weekend. Shit. Het was een bijzondere dag. Veel weersomslagen. Maar ik wil toch even weten of jullie in de studio een idee hebben van wat dit kan zijn. Hebben wij een idee? Het woord telder. Telder. Oeh. Ja, ik denk dat het een rekenmachine is. Want ik weet dat tellen is een bord. Ja, maar, dus, maar die der wat erin zit, ja, dan moet het dus wat anders zijn. En dan vind ik rekenmachine het meest logisch. Ik had hetzelfde. Telder, zat ik ook eerst teller. Bord, maar dat denk ik ook niet. En dan ga je automatisch... Ik vond verbazingwekkend dat er zoveel mensen voor bord gingen. Maar ja. Weet je, ik ga ook niet hetzelfde doen als jij. Dan ga ik voor telder, iemand die de boel een beetje beert, die alles telt. Ik heb hem niet in huis, de accountant. Heren? Ja, kijk, at A is telder, dan heb ik vandaag wel wat geleerd. Want ik ben al die dat etensbord inderdaad teller was. Maar wat doe ik? Gewoon voor A, B of C? B is nog niet nummerd, toch? B is nog niet nummerd? Nee, ik heb B. Ja, Julian heeft B. Ja. Wij gaan gewoon voor A. Misschien ook daar nog wat leert vandaag. Wij gaan voor Eerdensboot. Kijk eens aan. Er is maar één iemand die het antwoord weet. En dat is Nienke.
Nou, ik ga het toch maar verklappen dan. Het is hier wel te zien, denk ik. Ja, dit is een etensbord. Tot volgende week. En dan hebben we winnaar. Heel tellen, wat leert vandaag niet. Mooi, hè? Ik kan ook tellen en telden, dat kan natuurlijk allebei. Hè. Je schrijft nooit uniform, dat is van Twents. Daarom is het ook zo mooi als je dyslectisch bent. Moet je gewoon Twents leren, maar het is uit gehoord. Tel, ja, jullie hadden het goed. Ja. En alles goed vandaag. Ja. Dus, ja, het is bizar, hè? Bravo. Woe! Ja. Ja. Zijn we aan het einde gekomen van het Twents Kwartierken, toch? Ja, Adrie, hartstikke bedankt. Ja. En de jongens ook, hè? En de jongens ook. En veel plezier met het glazenhuis in Oud-Marsum. Waar jullie dus volgende week gaan staan. Dankjewel. En volgende week wij ook gewoon weer een zomerseditie. Ja, dan zijn we er gewoon weer. Nou, tot volgende week. Ja.